Spaanstachtig dit. Ja, maar Rudy Karel heeft hier een eentje opgeschreven. Serieus? Ja. Geef me nog een laatste ronde. Hansie, Hansie kent dat ook wel vast, of niet Hans? Laatste ronde. Ja. Dat heeft veel geld gekost. Ja, Rudy Karel. Hey, dat is toch een koning, of niet, Rudy Karel? Rudy Karel, ik las toevallig een paar dingen over dat het een soort oberstormvuurder is geweest. Serieus? Ten opzichte van al zijn mede. Ja, dat was van de week. Dat heel veel mensen die met hem en voor hem werkten, als de dood voor hem waren. Dat was. Geen prettig mens. Nee, dat was. Ik dacht juist dat het een heel prettig mens was, maar hij was niet zo heel gezellig. Nee, hij joeg daadwerkelijk iedereen over de kling en maakte daar weinig vrienden mee, maar heeft uiteraard wel heel veel succes gehad. Hansie, jij gaat zondag naar de klassieker in de Johan Cruijff Arena. Ajax Feyenoord. Ja, dat snap ik, want jij bent erbij. Ik zit in de studio. 16:45 de aftrap. Ja. Waar ben je nou het meest benieuwd naar, Hans? Nou, ik als ik trainer was van Feyenoord, en dat is dat ben ik niet, maar dat is Jaap Stam. Ik zie de man, ik weet niet of jullie dat ook zien, hij heeft wallen onder zijn ogen tot op zijn Achillespezen inmiddels. Die man wordt elke wedstrijd een jaar ouder. Ja. En ik heb nou niet de indruk dat zijn ploeg beter wordt. Dus hij slaapt nu niet. Hij slaapt morgen nacht niet. Met angst en beven gaat hij naar de arena. En als hij daar vliegt, staat hij gewoon 13e. Ja. Feyenoord staat dan gewoon 13e. Hoe lang gaan ze Jaap nog geven? Nou, ik vind wel dat ze Jaap wel. Het lijkt mij nou niet dat het. Nee, joh. Ik bedoel. Als je Feyenoord tegen Young Boys ziet voetballen en ziet ploeteren. En Jaap die is dan nog positief naar alles en iedereen. Van, hij vindt dat ze nog aardig gespeeld hebben. Ze hebben helemaal niet aardig gespeeld. Feyenoord was gewoon compleet onmachtig tegen gewoon een middelmatig ploegje. En dat doet de meeste pijn. Ja, maar dat is heel erg pijnlijk. Maar is er uitzicht op heel snel herstel, denk je? Ja, weet je, ik heb geen Ajax Feyenoord PSV getraind, maar als ik trainer, ik ben ook trainer. En als je buitenspelers hebt die nooit de achterlijn halen en nooit iets verrassends doen, zoals Sinistera, als die aan de buitenkant staat, Narsing, Larsson, Berghuis is een hele goede voetballer, de beste speler van Feyenoord, maar die ook geen achterlijn halen, dat valt hem niet kwalijk te nemen. Maar ja, dan zou ik een keer zonder buitenspelers gaan spelen als het zo stroperig, zo matig is en dat je het publiek zo vaak teleurstelt. Waarom speel je dan niet eens een keer gewoon een ander systeem? 4-2 met Jurgensen en Sinistera in de spits. Maar goed, dit wordt ingewikkeld in Berghuis in een vrije rol erachter. En daarna nog drie van die brekers in zijn rug. Dan begint het misschien een keer ergens op te lijken. Maar misschien ben ik te radicaal. Nou ja, ben je geweest vandaag bij Ajax of bij Feyenoord? Nee, ik ben gisteren bij Ajax geweest. Okay. Dat was wel heel erg leuk. Dan heb je eens in de zoveel tijd dat je meer dan een kwartiertje, met een speler kan praten. En was in dit geval Donny van der Beek. En dan gaat het over voetbal, dan gaat het over zijn positie. Het gaat ook af en toe over zijn privéleven. Want hij is inmiddels met Estelle, de dochter van Dennis Bergkamp. En dan kan ja, dat is ook behoorlijk inteeld, hè? Ja. En dan, ja, hij snapt hem in eerste instantie niet. Ik zeg, dat moet een hele vervelende kerst voor jou worden. Hij zegt, hoezo? Ik zeg dan, ja, je kan elk meisje in Nederland had je kunnen kiezen. En met de kerst ben je dan altijd de beste voetballer aan tafel. En hier ben je elk jaar de ene weg. Dan zit je altijd Dennis Bergkamp zit erbij. Dan zitten de drie mannen aan tafel en dan ben je de ene beste. Ja. Terwijl je zo goed kan voetballen. Oh. Wat wel leuk is dat hij... Van de week heeft Mark Overmars, dat vertelde die gisteren aan me, heeft hij zijn contract zeer opgewaardeerd. En dat heeft hij verdiend ook. Dat is gebeurd bij Ziyech, dat is gebeurd bij Tadić. Dus dat is deze week ook gebeurd bij Donny van der Beek, die een contract tot 2022 had. En die heeft zijn contract opgewaardeerd zien worden. Dus dat is dik en dik verdiend en hartstikke leuk voor hem. Ja. Wat verdient hij dan? Nou, dat is echt niet normaal. Waar hebben we het dan over? 2,5 miljoen of... Nou, jij zit, redelijk in de buurt. Het is zo geweest een heel lang dat bij Feyenoord en bij Ajax ook en bij PSV dat het salarisplafond 1 miljoen was.
Daar zijn we flink doorheen geschoten door het plafond bij Ajax. Want er zijn nu spelers die 3, 4, 4,5 miljoen verdienen. Ja, Ziyech verdient bijna 5 miljoen euro. Serieus? En daarachteraan komen Blind en Tadić, die verdienen 4 miljoen euro. En ik denk dat Donny van der Beek... Nee, ja, die zijn echt... Daarom is het zo bizar. Want ik kijk nu even naar rechts. Daar zit Mark, onze producer. Dat is een Feyenoorder. En die denkt ook, waar moeten wij het dan in hemelsnaam nog gaan halen de komende jaren? Nou, dat is natuurlijk wel zo, Hans, hè? Want het is leuk en het is fijn dat Ajax veel punten haalt in Europa. Maar ten opzichte van de competitie dreigt natuurlijk wel een soort complete ontmanteling. Ja. Nou ja, dat is ook wat ze willen. Mark Overmars en Van der Sar, die willen een soort Paris Saint-Germain hebben. Een autonome positie in de competitie. Een soort Bayern München. Dat is nu eventjes een keer niet. Maar die zijn de afgelopen 18 jaar 19 keer kampioen geworden. En dat wil Ajax ook. En dat is vervelend voor de competitie. En ik ben, zeg het heel zachtjes, ik ben opgegroeid op Varkenoord, bij Feyenoord, Mark. En daar kan dat gewoon niet. Maar ik weet niet hoe jij het ziet. Maar als jij in een bus stapt op zondagochtend, of zondag rond 12 uur, richting de Johan Cruijff Arena, en jij kijkt even achterom als trainer, en hoeveel spelers zou jij dan zien zitten die beter zijn dan spelers van Ajax? Ik denk niet één. Nee. Mark houdt wijselijk zijn mond. Uitstekend. Goed. Jij bent van de vierde verdieping gesprongen. Ja. Het einde van deze show is zonder Mark, heb ik zojuist begrepen. Nou, goed, tot slot, Hans. Korte voorspelling. Ik denk dat Feyenoord heel hard gaat vechten. En dat is ook het enige waar ze op dit moment heel goed in zijn. En ik hoop voor de supporters dat het bij een 2-1 nederlaag blijft. Oh. En dan zou je zeggen, ik hoop voor de supporters. Ja, die hopen natuurlijk op een wonder. Maar ik zag ze weer met honderden zitten gisteravond in jullie programma, Jan-Joost. Met blote borsten. Blote borsten waren er ook bij. Ja, blote borsten. Ja. Hebben gewoon weer met z'n allen 1100 euro uitgegeven om hun clubje achterna te reizen. En die zien dan zo ontzettend weinig. Ik hoop dat ze niet afgeschoten worden morgen met een nulletje of 5-6. Dankjewel, Hans. Dankjewel. Tot zondag. Download nu de Veronica Insight app en dan zien we elkaar daar.